Hey, hallo! Wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een vlog waarin ik je meeneem in mijn schoonmaakroutine, mijn huishoudelijke routine. Het zijn beelden van een heel aantal dagen achter elkaar, over meer dan een week uitgesmeerd. Waarin ik allerlei losse klusjes dus doe in ons huishouden. Ik ga onder andere het toilet schoonmaken, de keuken schoonmaken, opruimen en organiseren. Maar ook dweilen, stofzuigen en ook nog de was vouwen. Volgens mij heb ik dan alles gehad. Ik hoop dat je het leuk vindt om het te zien. Is dat zo, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Want dat zou ik heel erg leuk vinden. Om zo de community een beetje uit te kunnen breiden. Veel kijkplezier! Lekker. Ben je heel sterk, Saar? Ben je heel sterk?
hallo. Het is inmiddels zaterdag en ik ben hier even aan het keuvelen met ons kleintje. Ja, lekker aan het spelen met haar. Oh, schattig. Michael en Max zijn heel even naar de bouwmarkt en even de auto wassen. Alleen, ik moet ook nog even wat doen in het huishouden. En ze is zo lekker aan het spelen dat ik dacht, ga ik dat nu even doen. Ik ga nog even de vaatwasser in en uitpakken, want het is nogal een rommeltje in onze keuken. En nog even het toilet schoonmaken. Dus dat kun je nu gaan zien. Zo, hey, mijn dametje. Even kijken hoe mijn meisje bezig is. Kijk er dan, lekker spelen. Dat is leuk, hè? Lief van Max gaan wees, meis. Zo, nou, mijn toilet is even best schoon. Ik heb dus even de quick fix gedaan. Dit doe ik, de snelle handeling doe ik eigenlijk, het zal zijn. 2-3 keer in de week en dan doe ik ook 1 keer in de week grondig. Ik bedenk me trouwens dat ik niet weet of ik dat wel eens heb laten zien. En ik vroeg me eigenlijk ook af hoe jij dat doet. Hoe vaak maak je het toilet schoon? En zoals nu heb ik echt alleen het toilet schoon gemaakt. Dus soms heb ik natuurlijk ook het helemaal uitgebreid. Maar ja, dat doe ik niet elke keer. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat doet. Laat me even weten hieronder een reactie als je dat leuk vindt. En dan wil ik je graag bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Was dat zo, doen even een duimpje omhoog. En ik hoop je gauw de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg! Lekker ding. Zeg maar dag. Dag.